Hey, wat leuk dat je kijkt naar deel 6 van onze reis door Zweden. Vandaag gaan we naar Stekenjokk, het hooggebergte in Zweden wat een van de hoogste geasfalteerde wegen in Zweden betreft. Heel interessant, want de bomen zijn ineens weg. En je merkt echt dat je in een totaal andere wereld terechtkomt. Kijk maar mee. When you're weary, your burden's heavy, come to me. My yoke is easy, so come to me, all you weary. Lay down your head, I'll give you rest, keep me. Zo, hier hebben we al wel gefrist. Stay with me, close to me. Rare wereld, hè? Ik vind het een beetje aan Engeland, denk ik, dit. Ja. Dit ruige. Zo de bosjes. Ik zit er officieel in Lapland. Come to me, come to me, come to me. Talbergsbrona.
de bruggen van Talberg. Deze zijn oorspronkelijk gebouwd als drie bruggen voor de spoorwegen. Inmiddels is er nog eentje in gebruik voor de auto's en eentje voor het spoor. En de derde die is totaal afgekeurd. Die brokkelt gewoon af. Iets met misverstand. We maken een prachtige wandeling onder de bruggen door en een klein beetje eroverheen. En komen bij een prachtig plekje waar we de camper kunnen parkeren en waar we kunnen blijven slapen. Alleen begint het wat te waaien, dus we gaan lekker lunchen en daarna vertrekken we weer verder. Dit is ook een prachtig plekje waar de gemeente een windsuite heeft neergezet. Daar kun je lekker uit de wind zitten. Hout ligt er en we bakken lekker een eitje. We kijken nog even op het bordje, want soms staan er van die bordjes met een Swiss-nummer of een QR-code zoals je hier kunt scannen. Als je daar dan wil blijven, wordt je eigenlijk gevraagd om een kleine bijdrage te doen, zodat ze het plekje kunnen onderhouden. Nou, helaas is dat niet mogelijk als je geen Swiss hebt. Dus we mailen nog wat met de gemeente, maar we kunnen geen geld overmaken helaas. Guldswijk, iets dat betekent als adelaarsschild. Een klein stadje, een beetje aan de oostkust. En we wilden wat van de oostkust zien, dus we besloten die kant op te gaan. Om daar een glimp mee te pakken en vervolgens weer terug het binnenland in te gaan. Dus we vonden een mooi plekje. Kijk eens. Het is bij een badplaats ook. Lekker rustig. We maakten daar wat eten en gingen doorplannen voor de volgende dagen. Het weer was niet overweldigend, maar er zat beter weer aan te komen. Naar de Subway. De Subway. Een broodje halen. De Subway. Verder nog wat te liggen? Oké. Houdoe.
Ja, onderweg naar Luurstal dus. Voor een broodje bij de Subway. En wat we daar aantreffen verbaast ons. Het is heel druk met Amerikaanse auto's. Nou hadden we Dick er al een keer over horen vertellen. En we belanden daar dus midden in een Amerikaanse automeeting. Die bewaren we voor de volgende keer. Dus vind je deze video leuk? Of heb je tips of aanbevelingen? Laat een reactie achter. Doe een duimpje omhoog en we zien je de volgende keer. Hey doei!